Vriend van me, Peter, heeft de afgelopen jaren een methode ontwikkeld om op een natuurlijke manier algen te kweken. Ik heb met die filosofie ook deze motorfiets gebouwd. Peter zocht een manier om de algenbrandstof tot de verbeelding te laten spreken. En toen ben ik begonnen met het ontwikkelen van een motorfiets met natuurlijke materialen. En dit is het resultaat. Ik ben Richard Mans en ik heb een houten motorfiets gebouwd. Peter heeft een methode ontwikkeld om algen op zout water te kweken. En daarom leek het mij de allerbeste testplaats om de motorfiets op het strand te testen. Net als eigenlijk in begin 1900 deden. Die tijd spreekt me sowieso heel erg aan. In begin 1900 was het onduidelijk hoe de toekomst van de mobiliteit en van de energievoorziening zou zijn. De treinen reden nog op steenkolen, er reden elektrische auto's rond, benzineauto's, dieselauto's. Niemand wist wat er zou gaan gebeuren. Eigenlijk heeft dat ook wel weer een beetje te maken met hoe de tijd nu is. Mensen weten ook niet hoe over 30 jaar de wereld eruit gaat zien qua transport, qua energie. En het is eigenlijk ook wel heel mooi dat het onduidelijk is, want daarom wordt het ook weer een heel avontuur. Iedereen kan zijn eigen dingen ontwikkelen, zijn eigen dingen bouwen. En ik denk dat het belangrijk is om dat avontuur ook te gaan.